In de Nationale Assemblee is de ID-kaartenwet op donderdag 20 december met 28 stemmen aangenomen. De oppositie is voor de stemming uit de zaal gelopen. Met dit project wenst de regering kosten te besparen om meer sociale projecten uit te kunnen voeren, zei de minister van Binnenlandse Zaken, ad interim Stephen Tsang. Als we dit project op dit punt zouden stoppen en als we de 4 miljoen betalen, dan nog zouden we goedkoper uitkomen als we op een andere manier zouden uitvoeren. Voorzitter, daarom doe ik een concreet voorstel. Die wet dat er een nieuwe ID-kaart moet komen, dat staat buiten kijf. We zijn voorstander van modernisering, nieuwe zaken brengen. Maar het gaat erom, ino mankeur asandis boom, goed, omdat de my make money en afvolk moet spijven asandi. Voorzitter, daarom zou ik voorstellen, als we dit project nu stoppen en introductie middels ander bedrijf of op een openbare inschrijving, dan nog zouden we goedkoper uitkomen als we het zouden doen, voorzitter. Dus ik doe een concreet voorstel en ik vraag het parlement om mee te werken om dit project zoals het nu wordt uitgevoerd stop te zetten, voorzitter, en we gaan goedkoper uitkomen. We maken iets mee dat we niet voor het eerst hier constateren, voorzitter. Elk project waarmee de overheid bezig is, horen we aan de overzijde en nu weer van lid Gayadin. Fraude, er is gestolen, er is gejat, corruptie, zou goedkoper kosten. Precies. Voorzitter, voor de orde, precies, laat lid Gayadin komen met een offerte, precies, van een bedrijf met al die apparatuur en de prijzen om dat vergelijkingsmateriaal hier op tafel te zetten om te vertellen dat het goedkoper is. Voorzitter, want dat is toch spijker op laagwater, voorzitter. We zijn bezig met serieuze staatszaken om het leven makkelijker te maken voor die burger. Dat is deze mannen grappen te maken hier. Ik ben blij dat deze regering voortbordurend op het ICT-beleid zoals die uitgestippeld is in haar meerjarenplan stapvoets realiseert. Het is mij in elk geval, voorzitter, blij gebleven dat deze oppositie tegen dat project heeft gestemd. Weinig geloof en geen vertrouwen in eigen kunnen moet de oorzaak zijn geweest, voorzitter. Ik kan mij ook heugen dat velen hadden opgeroepen om het project niet goed te keuren, voorzitter, daar het moment daartoe niet aanwezig was. In elk geval kon het niet aan het projectdossier, de uitvoering of de terugbetaling gelegen hebben. Toen was ook alles hier in uw parlement gepresenteerd. Vandaag de dag, voorzitter, mag ik u de volgende Telesur Nationaal Breedbandproject FACTS meedelen. De totale infrastructuur van Telesur is bijna vervangen. Er zijn 253 kasten vervangen door minicentrales. Hierdoor zitten 55.000 klanten op nieuwe infra en is de snelheid reeds bij 30.000 klanten verhoogd van naar 10 mbps en 20 mbps. Nu wordt in de wijken waar er nog geen infra was, fiber uitgerold en dit moet rond oktober 2019 af zijn, waardoor 90.000 nieuwe aansluitingen mogelijk worden. Gasvezel, voorzitter, tot aan huis. Eind van deze maand wordt Safe City opgeleverd, fase 1, waarbij 300 camera's, voorzitter, live gaan. Safe City fase 2, ja, en het is ook gecoverd en foto's zijn er ook, voorzitter. Safe City fase 2, 75 camera's opgestart en wordt opgeleverd in juni 2019. Datacenter, voorzitter, dit alles heeft te maken met ICT, voorzitter. Daarom hou ik het u voor. Datacenter is opgeleverd waarbij er capaciteit is voor opslagbeelden, Safe City en ook capaciteit van eGov datacenter is verbeterd, als ook redundantie van het netwerk. Voorzitter, en ik kan zo doorgaan. Dat is het traject dat gerealiseerd is en waarvan de voortgang plaatsvindt. Hadden wij naar de oppositie toen geluisterd, voorzitter, dan waren we stappen achteruit en dan moest u nog horen hoe het land achterloopt in vergelijking met andere landen in de regio. Ik ben blij, voorzitter, dat deze regering het belang van het te voeren ICT-e-gov-strategie inziet en deze ook implementeert. Ja. Vandaag
Dus nu gaan we naar de wet. Ja, voorzitter. Ik ga naar de wet. Ik heb nog een aantal voorbeelden, voorzitter. Ik heb nog een aantal voorbeelden. En ik ga u ze voorhouden, voorzitter. Niet om dat gewoon weg te vagen, maar om u te laten zien dat toen we het Dalian 4-project moesten goedkeuren, hetzelfde attitude door de oppositie was getoond. Maar de realisaties spreken nu zich voor zich, voorzitter. Toen wij NPC moesten goedkeuren, voorzitter, waarbij ook een feasibility study en alles aanwezig was, hadden we ook van de oppositie gehoord, voorzitter, dat het moment daartoe niet was en dat we daarvoor nog zouden moeten wachten, voorzitter. Het lijkt me erop, voorzitter, dat het dat moment voor geen enkel project voor de oppositie daartoe is, voorzitter. En dat is een feit. Wanneer ze niet ervoor stemmen, dan is het moment daartoe niet, voorzitter. Dan moet het niet worden uitgevoerd, omdat het niet in het belang is van het volk. Voorzitter, maar de realisaties spreken voor zich wat wel en wat niet in het belang is van het volk en wat wel en wat niet gerealiseerd wordt voor het volk, voorzitter. Tijdens de openbare commissievergadering en komende na de openbare vergadering heb ik toch wel wat meer onderzoek gedaan over eigenlijk het komen tot deze digitale of tenminste elektronische ID-kaart. Ik ben toch gaan nadenken, waarom? Waarom moeten we nu goed te goed een nieuwe ID-kaart hebben? Wat is het nut? En ik heb toen geluisterd naar de minister van Binnenlandse Zaken. En hij heeft toen aangegeven van de internationale ontwikkelingen zijn daarbij heel erg vereist om te komen tot een nieuwe ID-kaart. En in de wet, artikel 1, lid 2, staat dat deze wet beoogt het uitgeven van een moderne ID-kaart met een betere beveiliging en middels biometrische en elektronische eigenschappen waarmee de identiteit van de houder onomstotelijk wordt aangetoond. Ik zeg, als dat hem is, dan zou ik eigenlijk zeggen van oké, moet het nu? Moeten we het nu doen? De vraag is niet waarom nu. De vraag is waarom nu pas. De technologie bestaat al veel langer. Voorgaande regeringen hebben het niet willen of kunnen doorvoeren. De e-ID-kaarten vallen onder het e-gov-programma, welke is gestart tijdens de regering Bouterse-Amirali. Dat efficiëntie en kostenbesparing zal brengen voor zowel overheid als burger. Zoals ook door het geacht lid Abdul aangegeven, het Safe City-project valt ook onder het e-gov-programma, waarmee middels nieuwe technologie de veiligheid van de burgers wordt verbeterd. Het is voor de regeringen Bouterse 1 en 2 de hoogste prioriteit om ontwikkeling voor het land te brengen middels ICT, middels nieuwe technologieën. Om te meegaan met de ontwikkeling in de wereld en dan kunnen we niet hiermee wachten. Infrastructuur is belangrijk, zowel fysiek als digitaal. De Weidebosbrug had zoveel kritiek, mevrouw de voorzitter. Er was zoveel stemmingmakerij, maar die brug had moeten komen en die brug is gekomen. Het heeft zoveel ontwikkeling gebracht, voorzitter. Anders was Kommerwijnen niet zo snel ontwikkeld. Zo ook zitten we in een digitale tijdperk. De infrastructuur moet in orde worden gemaakt om nieuwe ontwikkelingen te brengen, mevrouw de voorzitter. We kunnen met de nieuwe ID-kaart nieuwe en efficiëntere dienstverlening aanbieden aan de burgers van Suriname. Minder loperij, minder bureaucratie, minder kosten en meer transparantie. Wat is die meerwaarde? Waarom een moderne ID-kaart moet ik... Wat doe ik met die moderne ID-kaart? Wat levert het me op? En ik ben toen gaan kijken naar de Europese Unie. Die heeft binnen de EU hebben we de EU-ID-kaart. En ik heb toen ook gesproken met mensen van de CARICOM. En ik kom tot de ontdekking dat Suriname richting CARIPAS gaat. En heel belangrijk daarbij is dat hoogstwaarschijnlijk in de toekomst we weer moeten komen tot een andere manier van het vervaardigen van onze ID-kaart. Maar omdat we met Servië in zee zijn gegaan, was het voor mij belangrijk om te weten hoe gebruikt men in Europa hun ID-kaart? Waarom een elektronische ID-kaart in Europa? En ik heb toen gesproken met een paar mensen die ik ken binnen de EU, of tenminste Surinamers die daar werken. En die hebben me aangegeven van mevrouw Etnel,
die ID-kaart van de mensen binnen de EU is eigenlijk een soort travel, niet een soort, het is een reismiddel. Dus eigenlijk je ID-kaart is een vervanging van je paspoort. Daarmee zou je binnen de EU kunnen reizen. Een reisdocument. En dat is eigenlijk die meerwaarde, want het alleen aantonen binnen je land of binnen een EU-land, dan hoef je het niet te wijzigen, dan hoef je het niet eigenlijk beter te maken. Maar omdat je ermee kan reizen, je kan ermee binnen de EU-landen reizen, dan moet je eigenlijk ervoor zorgen dat jij het beter maakt, dat elektronisch gedeelte eraan toevoegt. Ik zei oké, Suriname is nu bezig met de onderhandelingen om te komen tot de Caripas. En hetzelfde wat binnen de EU gebeurt, gebeurt nu ook nu binnen de CARICOM. En voor mij is dat nu, waarom gaan we nu een wet maken om een moderne ID-kaart te vervaardigen, zoals het staat in de wet, om het alleen in je portemonnee te hebben. En als je bij de bank gaat of ergens gaat, dat je je kan legitimeren. En voor de rest heb je eigenlijk die moderne ID-kaart niet nodig. Het geachte lid Ednel haalt aan de CARIPAS en gaf aan dat we in onderhandeling zijn over het invoeren van de CARIPAS. Ik wil vragen waar het geachte lid met deze informatie vandaan komt. Ik ben de minister verantwoordelijk voor CSME en we onderhandelen inderdaad over Freedom of Movement of People. Maar CARIPAS staat niet hoog op de agenda van de CSME. CARIPAS Treaty is gestart in 2007, 11 jaar geleden, om het CARICOM paspoort te vervangen. Tot de dag van vandaag hebben slechts 6 van de 15 CARICOM lidlanden het verdrag getekend. En het doel gaat SEC om reizen tussen CARICOM landen te vergemakkelijken. Sterker nog, de lidlanden moesten de wetgeving doorvoeren, maar niemand heeft dat nog gedaan. Als het verdrag komt, zal elk land haar wetgeving moeten aanpassen. Ik vrees dat als we op de CARIPAS moeten wachten, dat we helaas nog lang zullen wachten, voorzitter. Suriname heeft het CARIPAS-verdrag niet getekend. Dan nog, al zou het CARIPAS-verdrag er zijn. Deze nieuwe ID-kaart voldoet aan alle internationale standaarden. Dus zal het sowieso voldoen aan de CARIPAS-eisen, waarover wij nog zullen moeten onderhandelen. En dat gezegd hebbende, deze wet gaat niet over een reisdocument welke CARIPAS is. CARIPAS is bedoeld om het CARICOM paspoort te vervangen. De nieuwe ID-kaart is bedoeld voor gebruik in Suriname. We praten hier over een identiteitskaart voor Suriname waar wij nieuwe mogelijkheden voor overheidsdienstverlening op kunnen loslaten. Niet alleen de overheid, zelfs private instellingen kunnen gebruik van maken. Het lid zegt verder dat de meerwaarde is het reizen. Nogmaals, daar is het niet voor bedoeld. Je paspoort is je reisdocument, niet je ID-kaart. Gemak in reizen kan een van de meerwaarden van zijn. Deze wet maakt gebruik van de nieuwe kaart mogelijk. Ik begrijp dat niet iedereen de mogelijkheden van dit systeem ziet en begrijpt, voorzitter. Maar ik ga het proberen uit te leggen. Je kunt met de nieuwe mogelijkheden de verschillende overheidsprocedures efficiënter laten verlopen. Een voorbeeld. Het gaat om de mogelijkheden. Het uitfaceren van uittreksels, daar hebben meerdere leden over gesproken. Dat wordt hiermee mogelijk. De nieuwe kaart maakt het mogelijk dat er geen uittreksels meer nodig zullen zijn bij bepaalde handelingen, omdat je je nu onomstotelijk kunt bewijzen, dat kunt identificeren. De data kan alleen de houder zelf toegang toe verschaffen met de kaart. Daarmee zou een instantie zelf de gegevens kunnen uitprinten zonder een uittreksel te vragen. De loperij wordt daarmee tegengegaan. Het uitfaceren van familieboekjes behoort ook tot de mogelijkheden. Als we de data op de gegevensdrager uitbreiden met gezinsinformatie, dan heb je eigenlijk geen familieboekje meer nodig. Zo ook geboorteactes, et cetera. Je kunt zelfs het rijbewijs aan koppelen en een port darm eventueel. Zelfs communicatie met de overheid met burgers kan op een heel andere manier dan we nu gewend zijn plaatsvinden. Uiteraard zullen de systemen en procedures bij de overheid erop moeten worden afgestemd, maar dat is een kwestie van tijd. Wat we nu doen is het raamwerk te creëren om die mogelijkheden uitvoerbaar te maken in ieder geval. Bovendien geeft het de mogelijkheid om transparantie te brengen in de overheidsdienstverlening. Elke activiteit in het systeem wordt gelogd met de ambtenaren en gebruikers die middels biometrie moeten inloggen op documentenlezers die een authenticatiecertificaat van een ministerie moeten krijgen.
Daarnaast zijn de persoonsgegevens slechts toegankelijk met specifieke toestemming van de kaarthouder zelf middels hun biometrische gegevens. We kunnen u verzekeren dat deze wet totaal niet te maken heeft met de verkiezingen van 2020, hoewel het de mogelijkheid biedt om de verkiezingen zelfs efficiënter en transparanter te maken. De wet die we behandelen gaat over een nieuwe ID-kaart, die in essentie een ID-kaart is met een veilige sleutel voor de houder om zijn of haar gegevens, uitsluitend middels zijn of haar specifieke toestemming, beschikbaar te stellen aan derden. Er zijn legio voordelen met de nieuwe kaart die nog niet zijn bedacht zelfs. Dus ja, er gaat ontwikkeling komen en het is hard nodig. En we kunnen daar niet te gauw mee beginnen, mevrouw de voorzitter. De wet heeft niet te maken met een bedrijf. Ik vind het jammer dat er zoveel tegenstand is voor ontwikkeling. De vraag die het lid Budeke stelt, is het verschil de 10 miljoen waard? Ja, de ontwikkeling is de 10 miljoen waard. De ontwikkeling die het met zich mee gaat brengen voor Suriname. We moeten niet bang zijn voor verandering. Wetenschappelijk is het aangetoond dat bedrijven die nieuwe technologie omarmen, exponentieel groeien. Zoals Alibaba. Bedrijven die het niet doen en verandering weren zijn over de kop gegaan. Kijkt u naar het bekend voorbeeld van het bedrijf Kodak, die geen ontwikkeling zag in de digitale camera. De wet is dus aangenomen door de volksvertegenwoordiging. In comité-generaal is duidelijk gebleken dat de regering de juiste procedures in acht heeft genomen.